Jeroen Schermer. En de grote vraag is: als de wereld echt een keer vergaat, kan deze ark ons dan redden? We zijn hier op de Ark van Noach en we hebben een interview met Jeroen Schermer. Hoi. Hoeveel hout is er gebruikt bij het bouwen? Nou, dat zijn totaal 14.000 bomen geweest. Waarom bent u op de Ark gaan wonen? Ik? Oh, dat is een hele goede vraag. Dat kwam door, en dat was ook niet eerst meteen mijn idee, maar dat kwam doordat Johan de kleine Ark van Noach in Schagen ging bouwen. Dus ik ben uiteindelijk naar die ark toegegaan en toen vroeg ik aan hem van wat doe je hier? En waarom bouw je die ark? En toen zei Johan van nou dat doe ik voor God. Toen dacht ik, ja, God bestaat helemaal niet, ik geloof helemaal niet in God. Dus toen heeft hij mij een bijbel gegeven. Daar heb ik een klein stukje in gelezen. Dat kon ik me niet voorstellen dat het echt zou zijn. Toen ben ik op wereldreis gegaan en toen werd ik op andere gedachten gezet. En toen kwam er een jongen naar mij toe, halverwege mijn wereldreis, en die heette Noah. En die vroeg of hij voor mij mocht bidden. Toen was ik in Laos, een land dat helemaal niks met christendom te maken heeft, met geloof, niet echt veel. Maar die jongen kwam dan gewoon in een restaurantje naar me toe. Die vroeg of hij voor mij mocht bidden. En ik had zoiets van, ja prima, bid maar. En op het moment dat hij bidt hij Our Father in Heaven. En op het moment dat hij dat zegt, gebeurt er iets in mij. En ik had veel soorten drugs geprobeerd, LSD zelfs, echt gekke drugs. Maar ja, wat er op dat moment gebeurde, dat was gewoon 100.000 keer beter dan de beste keer dat ik ooit geëxperimenteerd had met drugs. En ervaarde ik gewoon iets wat ik zeker wist, dat ik er gelukkig van ging worden. En ja, toen wist ik ook wel zeker dat God wel echt was op dat moment. Toen ben ik terug naar Nederland gekomen. En omdat ik natuurlijk helemaal veranderd was van binnen, wilde ik ook niet meer in computers aan het werk. Dat was eigenlijk mijn oude vak, ik werkte met computers. En was ik op zoek naar een nieuwe baan. En toen heb ik gesolliciteerd toen ze hier bezig waren met het bouwen van de grote ark. En Johan die zag mij en die vroeg meteen, wat is er dan gebeurd dat jij hier nu wil werken? Toen heb ik hem eigenlijk verteld wat ik nu ook vertel. Als de wereld echt een keer vergaat, kan de ark ons dan redden? Je kan natuurlijk wel met een paar mensen aan boord als het hier zou overstromen. Ik bedoel, Nederland wordt beschermd door dijken. Als die doorbroken zijn, dan is er gewoon heel veel water. Dan zouden wel een paar mensen aan boord kunnen komen. Maar het is niet meer belangrijk. Niet meer het belangrijkste of je aan boord bent van de ark of niet. Op dit moment zitten we in een heel andere tijd.
Hallo en welkom bij de Ark van Noah. Tenminste, de replica ervan. Waar jij bouwen? Wacht, en dan ga je bouwen. Ik weet niet zin. Nou, dat is goed. Welkom bij de Ark van Noah. Na een paar jaar bouwen was hij eindelijk af. We hebben zo'n interview met Jeroen Schermer. En de grote vraag is... Hallo en welkom bij de Ark van Noah. Tenminste, een replica ervan. Nou...